Boeren delen deze dagen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse producten uit aan de ruim 42.000 lopers. ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Kuik Noord staan langs de route en delen wat lekkers uit aan de wandelaars. Gaan wij eigenlijk verwennen met de producten van de boerenerf, hè, zoals melk, kanemelk, vla, kwark, stukjes varkensvlees, tomaatjes, stukjes appel. De meggies staan er met roze eieren. Fantastisch dat wij die reacties krijgen van de lopers, dat wij de best georganiseerde actie zijn langs de route. Dat doet mij goed. Dat doet ons goed. Roelofs was enkele jaren geleden zelf de aanstichter van de actie. En het promoten van de sector is volgens hem erg belangrijk. Ik zag 10 jaar geleden in dat we PR nog meer hand en voeten dienen te geven. Hè. Dus zeg maar de boer verbinden aan de burger. Dat de burger beseft, nee, we hebben 3 keer per dag die boer nodig. We kunnen niet zonder hem. Dit jaar gaan we zelfs voor de energie zorgen. En op termijn gaan we CO2 neutraal maken. Dat is het, ook het mooie dat het gros van de consumenten begint ons echt te waarderen. En dat geeft ons zoveel energie om door te gaan. Want uiteindelijk, wij zijn zo'n belangrijk onderdeel van de samenleving.